Minister Brontës om Mahadjo van Binnenlandse Zaken heeft vanmiddag een aantal vakbondsvoorzitters ontvangen. David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieuinspecteurs, had aangegeven dat de ambtenaren achteruit zijn gegaan en dat de berekening van de FISO-verhoging van 2018 niet correct was. Somahadjo zegt dat het de plicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is om de mensen aan te horen. Ze hebben wij ze uitgenodigd en wij hebben gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we er niet vandaag uitkomen. Dat willen we ook niet. We willen over zulke zaken niet zo snel een beslissing nemen. Wij gaan de punten van de heer Bakker gaan wij krijgen wat hij vindt en wij gaan erop antwoorden. Als het is dat de overheid echt een fout heeft gemaakt, dan zal de overheid die fout moeten corrigeren. Maar het moet nog echt blijken of er een fout is gemaakt. Ik heb gehoord van mijn jurist dat er geld is geïncorporeerd, een bedrag van 500 toen, dat dat weer is verrekend. Dus ik wacht rustig de reportage af. Maar belangrijk is dat we de mensen hebben ontvangen, dat we een luisterend oor hebben gehad voor de mensen. En ik wil zo door blijven gaan. De heer Bakker heeft alles berekend, maar ik wil dat rustig laten bekijken door de deskundigen. En de deskundigen gaan daarop antwoorden. In deze tijd, in deze moeilijke periode, is het belangrijk dat we de rust houden. En dat verwacht ik ook van de bonden. En ik ga ervan uit dat dat gewoon wordt gedaan. Bakker vindt het jammer dat ze op dit punt zijn beland. Hij zegt dat hij aan de bel heeft getrokken vanaf zaken verkeerd begonnen te gaan. Het is niet opgepakt en daarom heb ik eigenlijk op een gegeven moment met andere voorzitters van verschillende bonden gesproken. Waardoor we nu op dit punt zijn beland waarbij we wel gaan opkomen voor rechter van de arbeider. Omdat de vakbeweging is een strijdorganisatie. En het belangrijkste voor ons is de rechten van de arbeider. En wij vinden als bonden de rechten van de arbeider zijn geschonden in zijn totaliteit. Dus we gaan erop komen. Hoe gaat het verder zelf met de milieuinspecteur? Nou, er zijn een aantal kwesties daar die spelen. Nu, op dit ogenblik is die overuren kwestie. De minister heeft tot eind april gelegenheid om zaken uit te betalen. En we gaan ook nog andere zaken zoals vervoerstoelagen, kledingstoelagen kijken hoe we daaraan gaan werken. En het versterken van het BOG. Dat was David Bakker, voorzitter van de Bond Milieuinspecteurs van het BOG. Minister Somahadjo ontvangt de bonden donderdag weer voor een tweede gesprek.